Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij geen vraag, maar een ervaring van mezelf. Zowel hier in de gym, als wat ik vroeger zelf deed. En dat is de snelheid van de squat. Zeker als je net begint met squatten. Of als je denkt dat je kan squatten. Vaak gebeurt het, en vroeger gebeurde het ook bij mezelf, dat ik hier iemand leer squatten. Zeker tijdens een groepsles, perfect. Iemand denkt dat hij kan squatten. Helemaal goed. Aan het begin is het nog een beetje kijken. Nou, je staat met die barbel in je nek. Zijn mijn handen goed? Zijn mijn polsen recht? Aangespannen buik, et cetera. We kennen het. Dan ga je eerst heel de checklist af. En dan, dat je zo aan het nadenken bent, ga je rustig en beheerst, ga je omlaag. Maar op een gegeven moment is die checklist is tweede natuur geworden. Je komt onder die bar, je kent je polspositie, je weet dat die strak moet liggen. Je weet hoe je je buikspieren aan moet spannen. Hoef je allemaal niet meer over na te denken. En dan komt de logische gedachte. Hoe sneller ik die oefening doe, hoe meer energie ik overhoud. En dat is dus niet altijd waar. Dat dacht ik namelijk vroeger ook. Hoe minder je onder spanning bent, hoe minder energie het kost. Want dat is, ja, 1 in 1 is 2. Dat is traininglogica. Alleen dat is niet het geval. Om de volgende reden. Ik zie hier nog wel eens mensen naar beneden squatten. In een bijzonder snel tempo. Dan vervolgens krijgt het lichaam beneden best wel een kracht. Een klap. Want je moet natuurlijk heel veel kracht moet je afremmen. Stel je voor. Iemand squat die 80 kilo en je gaat naar beneden. Dan wordt die 80 kilo, moet je wel afremmen en weer terugdraaien. Hoppakee, weer omhoog. Dus dat piekmoment is bij lange na geen 80 kilo. En daar gaat het fout, want dan gaat je squat er dus zo uitzien. De kans is dat je naar beneden squat. Je torso komt een beetje naar voren omdat je inklapt. Die barbel die verliest zijn balans. Jij komt op je tenen, je hamstring ontspannen, je heup schiet omhoog, je rug bolt. Al met al allemaal fouten. En voor je het weet sta je dus te squatten met een bolle rug of terwijl je onder spanning verliest. En dit is iets wat heel vaak gebeurt bij mensen. Zeker bij mensen die net vanaf die beginfase naar de iets gevorderde fase gaan. Omdat je hebt leren squatten en dan gooi je kilo's en kilo's en kilo's bij. En dan uiteindelijk slipt er een foutje in, een snelheidsfoutje. En dat foutje is aan het begin niet zo erg. Zeker niet als een trainer naast je staat. Die kan corrigeren, want die ziet die fout op tijd. Maar op het moment dat je beneden klapt en in één keer weer doorgaat, een beetje je balans verliest, weer terug moet sturen, dan wordt dat kleine foutje wordt heel groot. Je gaat met dat foutje, squat je verder, verder, verder. En uiteindelijk squat je 30 kilo meer, terwijl je iedere keer geen rechte barbellijn aanhoudt, omdat je je balans verliest. Dan vervolgens denk je van, nou, mijn squat gaat niet meer zo vooruit, omdat je techniek niet meer klopt. Dan hou je de 10 kilo af. Dat heeft geen nut, want die fout was 30 kilo geleden, was die er al. En dat is iets wat ja, ik zelf ook gewoon deed en waar ik jullie voor wil waarschuwen. Rem die squat gewoon af. Sommige oefeningen kan je echt snel doen. Ja, later zijn simpelweg tempo squats, dus langzame squats of juist extreem snelle squats, die zijn echt wel van belang in je schema. Maar niet als je rond dat trainingspunt van 0 tot 1 jaar zit en ergens daartussenin. Doe je squats langzaam. Enige waar ik altijd aan denk, op het moment dat ik aan het squatten ben, die bar ligt op mijn rug. Boven het midden. Als je mijn recordpogingen ziet, natuurlijk gaan die langzaam. Natuurlijk gaan die zo beheerst mogelijk. En natuurlijk blijft die barbel zoveel mogelijk boven mijn voeten. Vond je dit een interessante video? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, dotestrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.